presentatie erbij. Goed, de kaarsen en tijdreeksen. Nou, op het moment dat je gaat meten op een plek, in een beek bijvoorbeeld, dan staat dat punt natuurlijk niet op zichzelf. Hè? Je ziet dus dat het stroomgebied eromheen enorme invloed heeft op wat er gebeurt op de plek waar je aan het meten bent. En dat is niet alleen het stroomgebied, dat kan nog veel grootschaliger zijn. Neem bijvoorbeeld de effecten van klimaatverandering die doorwerken op wat er op zo'n plek gebeurt. Die soortsamenstelling die je daar aantreft, die is eigenlijk tussen de samenvatting van al die factoren die daar een rol spelen. En wat je dan zou kunnen denken is op het moment dat je dus allerlei maatregelen gaat nemen in je stroomgebied, in de verschillende takken boven stromers bijvoorbeeld, dan verwacht je dat je op een gegeven moment een uitwerking van al die maatregelen gaat zien op de punten in dat stroomgebied. We hebben bijvoorbeeld naar de Vlootbeek gekeken in Limburg, waar allerlei verschillende dingen zijn gedaan in het stroomgebied. En daarvan hoopten we dat je op het moment dat er meer maatregelen genomen worden in het stroomgebied, dat je dat terugziet in je soort samenstelling op andere punten in dat stroomgebied. Wat er eigenlijk gebeurde was dat je wel allerlei veranderingen zag in die levensgemeenschappen. Maar dat het eigenlijk heel erg lastig was om die veranderingen te relateren aan specifieke gebeurtenissen in dat stroomgebied. Dus wat er eigenlijk gebeurde was dat er een stapeling van allerlei effecten in de tijd optrad. En waarschijnlijk ook interacties en veranderingen die veel groter waren dan het stroomgebied zelf. Dan moet je, ja, er zijn, op het moment dat er zoveel verschillende dingen tegelijkertijd gedaan worden in het stroomgebied, dan kan je op een gegeven moment niet meer helemaal herleiden van wat waar nou door veroorzaakt werd. Dus eigenlijk wil je toch, om te kunnen zeggen van welke maatregelen nou effectief zijn, wil je toch die herleiding kunnen doen, zeg maar. Dat je gewoon bepaalde maatregelen kan koppelen aan gebeurtenissen die optreden in een meetpunt. We kwamen erachter dat op het moment dat je dus gewoon een meetpunt hebt in een stroomgebied en op zoek gaat naar die relaties, dat je daar dan toch niet uitkomt. Omdat er te veel dingen tegelijkertijd spelen. Dus zoals Geert net ook al zei, wil je echt de effecten van maatregelen meten, dan moet je toch toe naar zo'n bakkieontwerp. Waarbij je dus werkt met controles en impact sites. En zodat je kan corrigeren voor allerlei veranderingen die buiten je maatregelen omgaan. En wat er ook heel belangrijk bij is dat er voldoende metingen voor en na zijn. En daarnaast dat er ook replica's worden meegenomen. Want je ziet ook dat die variatie eigenlijk heel erg groot is. Van als je één monster neemt, dan pak je daar eigenlijk maar een deel van de levensgemeenschap die aanwezig is. Toch zijn er ook hele mooie voorbeelden van plekken waar de kwaliteit heel erg verbeterd is. Neem bijvoorbeeld de Roer in Limburg. Het riviertje, daar zie je al de afgelopen jaren zie je daar een enorme verbetering van de ecologische kwaliteit. En dan zie je dus ook hele specifieke soorten, kenmerkende soorten terugkeren. Wat grappig is, is op het punt waar eigenlijk de meeste veranderingen optreden, zijn eigenlijk geen maatregelen genomen. Maar dan zie je wel hele grote veranderingen optreden. Dat heeft ermee te maken dat bovenstrooms in Duitsland grootschalige waterkwaliteitsverbeteringen hebben opgetreden. En dat er ook in de bovenstrooms ook nog bronpopulaties aanwezig zijn in dat riviersysteem. Die dus zeg maar de Nederlandse plekken kunnen voeden. Maar wat nog belangrijker is op deze plek is dat er een enorme tijdreeks aan data aanwezig is. Eigenlijk is daar jaar op jaar gevolgd van wat daar gebeurd is. En dat is ook op zo'n manier gedaan dat dat ook heel goed vergelijkbaar is met elkaar. Dus het kan wel.
En juist die grote hoeveelheid in data is erg belangrijk. En dat kan ik laten zien aan de hand van dit grafiekje. Dit is een accumulatiecurve van het Naardermeer, toevallig een stilstaand systeem. En wat je daar ziet is dat elk monster dat je neemt, dat je daarmee een steeds groter stukje van de levensgemeenschap beschrijft. Dus in zo'n rijk systeem als Naardermeer zie je dat je best veel monsters nodig hebt. Wil je überhaupt het punt bereiken waarop je het grootste gedeelte van je levensgemeenschap te pakken hebt. Dus dan zit je echt al in een heel groot aantal monsters. Zie je die curve afvlakken en eigenlijk dan heb je een goed beeld van zeg maar, de biodiversiteit die daar aanwezig is. En eigenlijk met een tijdreeks ondervang je zo'n patroon eigenlijk ook. Wat je dan ziet is hoe vaker je op dezelfde plek meet, des te beter krijg je in beeld van wat er eigenlijk gebeurt op die plekken. En wat hebben we nou gedaan binnen het project? Hebben we gekeken van wat voor tijdreeksen zijn er nou in de waterschapsdata te vinden? En dan hebben we het over de afgelopen 40 jaar als periode. En hebben we gekeken van, ja, van welk punt in Nederland zijn nou dat soort tijdreeksen te maken. En wat je dan zag was dat voor 175 meetpunten er meer dan 10 jaar data was. Maar ging je dan naar langere reeksen zoeken, dan zag je bijvoorbeeld voor meer dan 20 jaar nog maar 28 punten die beschikbaar waren waarbij er een tijdreeks gemaakt kon worden. En wat ook opviel was dat het vooral in beken en rivieren te doen was. Vervolgens hebben we een analyse gedaan op de aan- en afwezigheid van soorten in die tijdreeks. Om te kijken van, kunnen we daar nou verandering in zien? We waren heel erg benieuwd van, wat voor toe- en afname zien we nou in die tijdreeks van verschillende soorten? Nou, als je dan kijkt naar die hele set, het gaat dan om die 175 punten, dus meer dan 10 jaar data. En dan zie je dat voor 309 soorten er veranderingen zijn vastgesteld in die tijdreeksen. En wat je dan ziet is dat het merendeel van de soorten waren die ook al in 1980 herkenbaar waren. Dus dat zijn eigenlijk de beste indicatoren, zeg maar, omdat je die kan volgen door de tijd, zeg maar, wat er gebeurt met de populatie van die soorten. Er zaten ook andere bij, zaten bijvoorbeeld exoten bij of soorten met determinatie die in het verleden niet gedetermineerd konden worden. Of soorten waarbij er gegevensproblemen waren. Bijvoorbeeld dat de naamgeving niet helemaal goed in de database zat, waardoor die verschillende namen had en dat die dubbel meegeteld werden. Dat soort problemen. Maar goed, het merendeel was dus in 1980 ook al te herkennen en kan dus gebruikt worden om die analyses te doen. Als je dan kijkt naar wat doen die soorten nou, dan zie je dat er over het algemeen soorten bijkomen in die tijdreeksen. En relatief weinig soorten afnemen. Dus dat is op zich goed nieuws. Dus het gedeelte wat afneemt is relatief klein. Ten opzichte van het gedeelte wat toeneemt. Dus voor de meeste punten kan je zeggen van er komen soorten bij. Nou, als we dan even denken aan het biodiversiteitsgrafiekje wat de laatste tijd veel in de media is geweest, het bending the curve verhaal, zeg maar van kunnen we met herstel een kentering krijgen in het biodiversiteitsverlies, dan ben je geneigd om te denken van zou dit nou een teken zijn van dat we op de weg omhoog zitten? Het zou heel erg goed nieuws zijn als dat zo zou zijn, maar zeker weten we dat nog niet. Dus daarom willen we de komende tijd gaan kijken naar deze tijdreeks van, ja, wat zijn nou de eigenschappen van die soorten die erbij komen en de soorten die eraf gaan? En kunnen we daar een oorzaak aan hangen? Zijn bijvoorbeeld de soorten die zo toenemen, zijn dat soorten die nu juist warmteminnend zijn en profiteren van klimaatverandering? En wat we door de oogharen ook al zagen, was dat die verbeteringen vooral beperkt zijn tot de natuurgebieden. En dat je bijvoorbeeld als je in het agrarisch gebied gaat kijken, dat je helemaal niet dit positieve beeld ziet. Dus daar willen we ook dieper op induiken om te kijken van, is dit nou echt een natuurgebied verhaal of is dit breder te trekken? Als we even naar de toekomst kijken, naar de monitoring op basis van de gegevens die we nu hebben bekeken, dan zie je dat eigenlijk de manier waarop de monitoring van de macrofauna in ieder geval op dit moment gedaan wordt, dat niet de meest effectieve manier van monitoring is om antwoorden te krijgen op de vragen die er leven. Daarom denken we dat we in de toekomst eigenlijk moeten inzetten op drie verschillende soorten metingen. Waarbij de eerste die
echt die effectmetingen zijn. Dus dat je dus een specifieke afgebakende maatregel hebt, waarbij je gaat kijken naar de effecten van die maatregel. Waarbij je dus echt toe moet naar bakje opzet als standaard manier om die maatregelen te evalueren. Ik maak hem heel even af. Verder is het belangrijk om de tijdreeksen beter te gaan bekijken. Dus dat betekent dat er punten ingericht moeten worden die specifiek zijn voor die tijdreeksen. Want wat je daarmee kan doen is ook nog deels onbekende veranderingen in een stoomgebied vastleggen. En tenslotte, wil je knelpunten opsporen in een beek, dan is het, moet je veel meer gaan inzetten in plaats van op die 5 meter netmonds op quickscans. En quickscans uitvoeren op een grotere schaal, dus een grotere ruimtelijke schaal, om beter in beeld te krijgen van wat er eigenlijk gebeurt in zijn stroomgebied. Maar goed, het werd er net al genoemd in de vraag van ja, wie gaat dit betalen? Of hoe ga je dit ooit betalen? Want het zijn intensieve programma's. En dat betekent keuzes maken. Dus keuzes voor punten waar je dingen wel doet en punten waar je niet doet, waar je dingen niet doet. Bijvoorbeeld het inrichten van van dat soort tijdreekspunten. Dat zijn LTR sites worden dat genoemd, Long Term Ecological Research Site. Dus in het buitenland hebben ze daar veel ervaring mee. Dat kunnen we in Nederland ook opzetten, zo'n meetnet, waarbij we langer termijn datavastlegging gaan faciliteren. Verder is de vraag van waarom moet je alle macrofaune groepen tot op soort monitoren? We doen nu alles, overal. De vraag is van, moet je niet veel meer kijken naar de indicatiewaarde van bepaalde groepen en je daar meer op focussen op bepaalde plekken? En tenslotte is er nog een alternatieve methode en dat is meer DNA-technieken gaan gebruiken in de toekomst. Maar ook daar zijn we nog niet helemaal uit van, werkt dat nou? Want ook daar zie je dat niet alle groepen even goed gedaan kunnen worden. En je verliest ook belangrijk daarmee je abundantiegegevens. Dus dat is ook niet de heilige graal wat dat betreft. Dus er ligt nog genoeg open in de toekomst om verder naar te kijken. Dankjewel, Ralf.